Weet jij wat dat wil zeggen? Driewerf is scheepsrecht. Drie keer is scheepswerf. Driewerf is scheepsrecht. Dat werd vroeger gezegd als men iemand dood wou doen en het mislukte de eerste keer en het mislukte de tweede keer, dan mocht men hem niet meer dood doen. Dan was het driewerf, is scheepsrecht. Dat is dus niet wat dat betekent, hè. De? Dat is het niet. Dat is het wel. Dat is het niet. Gij gaat toch, dokter Joseph, niet leren wat driewerf is scheepsrecht betekent. Je bent geen marinedokter, hè. Je hebt nooit op een schip gezeten. Ik moet geen marinedokter zijn. Ik kan evengoed, zoals chef Hoijberg, een tettendokter zijn. Mm. Die heeft ook zijn mening over alles. Wanneer je iets had fout gedaan op de boot, ik weet niet, muiterij bijvoorbeeld. Ah, dat mag niet. Om u te straffen, dan kielhaalden ze u. En als je drie keren gekielhaald werd en je overleefde het, dan mocht je terug meevaren. Ja. Dat kom ik juist te zeggen als men de doodstraf probeerde uit te voeren. Want kielhalen, dat was de doodstraf. De derde keer is scheepsrecht. Dat wil zeggen dat hij veilig is. Dus ik was juist, jij waart juist, niemand van ons beiden was verkeerd. Maar de kinderen zijn waarschijnlijk wel verward en weten niet wat dat kielhalen betekent. Dat is heel gemakkelijk. Op de boeg van het schip zet men een loopplank uit. Op die loopplank bindt men de veroordeelde met zijn handen op zijn rug en men duwt hem in het water. Maar terwijl men hem vastgebonden heeft, heeft men een touw, een lang touw. En met dat lang touw haalt men hem van onder de boot, onder de kiel, langs de andere kant. En men er begint een tweede keer en een derde keer. En als die dan niet verzopen is, dan leeft hij. En dan applaudisseert iedereen. En dan zeggen ze, goed gedaan, jongen. Jij hebt het kielhaalschap gehaald. En u mocht verder met ons meevaren. Dank u wel voor deze les. De volgende keer leren we u over de boeg. Ik heb veel boegen. Ik lees heel graag boegen.